Een voertuig dat bespoten is, groene deelscooters die omver liggen, een ingegooide achterruit en een fiets op de motorkap van een auto. Er is afgelopen weekend flink huisgehouden in Hoek van Holland. Ook voor inwoner René is het een weekend om snel te vergeten. In de deur van zijn personenauto zit een flinke deuk. Een camera van de buurman legt in de nacht van vrijdag op zaterdag alles vast. Zaterdagochtend werd ik naar boven geroepen door mijn moeder. Die zei van, joh, er is wat met je auto. Uh, nou, ik kijk uit het raam en ik zag er alleen maar een hele grote witte veeg. Toen ben ik uh, naar de buren geweest, want die hebben een camera uh, hangen, gelijk opgevraagd. Toen kwam er later op de dag nog een andere buurman, die kwam zelf met een, uh, uh, naar me toe: van joh, ik heb ook camerabeelden. Je ziet een wit, uh, wit bestelbusje hier inrijden. stapt uit om twee uur s'nachts, loopt in zijn eentje weg, komt om drie uur twee s'nachts weer terug. stapt in, rijdt naar achter, uh, volde in en rijdt, uh, rijdt weg, zonder briefje achter te laten, ja. Ik zag later een collage van, die werd ook gedeeld op Facebook, over ghost scooters die waren omgegooid. Een raam die was ingeslagen volgens mij. Ik zag een fiets op een auto liggen. Dus ja, het was goed raken volgens mij. Helaas is het kenteken van de witte bus op de beelden niet te zien. De politie houdt na de reeks vernielingen in het dorp een buurtonderzoek. Er zit nog niemand vast.